Hallo iedereen en welkom weer in een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Oké, ik ben aangekomen bij mijn zoon Charlotte. Kennen jullie allemaal al ondertussen hier? En Fitology is gewoon daar. Dus ik moet hier de hoek om. Ik ben er zelf nog niet geweest. Dus de eerste keer. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ondertussen bij Fitology. Super leuk onthaald. Oké, dus nu heb ik mijn pakje aan. Een leuk zwart pakje met een legging en een blouseje. En nu gaan we eerst denk ik de weging doen. En daarna, ik heb gekozen voor de billen en de benen. Dus daarna gaan we daar een soort van elektrode doen. Ik weet het ook niet juist, dus we gaan het zelfs zien. Dat is zo futuristisch, hè? Ja. Wel chic. Echt. Bij het actieve is het nog iets gekker, omdat je dan volledig in je pak zit. Ah ja, en dan moet je eigenlijk nog bewegen. Ja, maar die pakken zijn iets flexibeler. Ah, oké. Okay. Omdat hier even open zit. Ja. Ah, oké. Okay, ja. Alright. We gaan eraan beginnen. Oké, super. Oké, we zijn begonnen. Ik voel dus echt zo, ja, zo mijn spieren samentrekken. Zo meer. Ja, het doet geen pijn. Het voelt aangenaam. Het voelt zoals trillingen. Maar ik voel wel dat mijn spieren opspannen. Vooral in mijn benen voel ik dat. Voel ik ze zo echt opspannen en ontspannen. Wel echt een gek gevoel. Oké, mijn eerste sessie zit erop. Het voelde echt aangenaam en je voelt echt wel je spieren samentrekken. Je ziet ook dat ze wel nat is, maar dat is omdat ze dan nat maken voor die elektrode. Dus ik heb vooral, as you can see, ik weet niet of je het ziet, mijn poep gedaan, mijn benen, onderrug, mijn buik en dan de bovenarmen ook. Oké, mijn behandeling bij Fitology zit erop. Echt super leuk. Het is een soort van e-fit. Allee, het is e-fit wat ze doen, maar dan super goed aangepakt. Heel persoonlijk. Krijgt ook een persoonlijke meting. Die resultaten van die meting, die zal ik misschien straks, heb ik dat trouwens meegenomen, mijn papieren van de meting. Nu vraag je mij zoiets, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het wel. Maar dus je krijgt ook een persoonlijke meting en zo. Ik ga het even zo doen met dag buiten. Waar je alles kunt zien. En je vet, je gewicht, al die dingen. Ik heb nog nooit zo'n hoog vetpercentage in mijn leven gehad. Maar ja, dat is goed dus dat we hiermee beginnen. En dan is het ook gewoon een persoonlijk plan op u aangepast en zo wat ze geven. Heel doeltreffend. Dus ik ben heel benieuwd naar het verdere verloop van al mijn sessies. Maar het was echt wel aangenaam. Het gevoel kan ik niet uitleggen. Je voelt gewoon je spieren zo echt samentrekken. Maar het was totaal niet pijnlijk of niet onaangenaam of zo. Dus dat was wel heel fijn. Ik ga nu bij mijn zoon Charlotte, maar de zon schijnt wel. En dan zie ik jullie s'avonds weer. Ik was echt al vergeten hoe mooi het hier is. Het is hier altijd zo mooi. Het is echt altijd zo relaxerend om hier te komen. Ik voel me echt goed na die na bij Fitology geweest te zijn en dan nu ga ik een dermaplaning, ik weet niet juist hoe het noemt, en hydrofacial doen vandaag. Hydrofacial is het. Het is net even workout. Ik heb wel het gevoel alsof ik echt heet heb nu van die workout. Ook al is dat liggen, toch heb ik echt dat gevoel. Ik voel ook echt mijn spieren zo. Je voelde die en je zag die ook zo echt samentrekken. Oké. Nu dus de bovenkant laten pamperen.
ondertussen terug thuis. En as you can see, super glowy en healthy skin. Ik wou dat mijn huid er altijd zo uitzag. Zo fris. I love it. Ja, ik voel me echt goed. Ik heb ook zo terug echt de motivatie om goed te gaan eten en zo. Nu dat ik de e-fit bij Fitology heb gedaan. Ze hebben dat denk ik op nog wel een paar plaatsen, maar bij Fitology is dat wel echt een heel andere aanpak. Daar is het echt gepersonaliseerd, wordt je ook helemaal gewogen, gemeten. Dus alles wordt eigenlijk op u afgestemd en op wat uw doel is en wat uw plan is. Dus dat is wel echt een heel ander gegeven als bij anderen, die doen dat niet. En ze werken ook echt een persoonlijk plan uit, voedingsplan ook als je dat wilt, denk ik. Dus dat is wel echt top. Ik zeg, ik was er sceptisch over, want ik dacht van, gaat dat wel iets doen? En we zijn nu 2 uur later en mijn benen trillen echt. Misschien ligt dat aan mij, ik ben waarschijnlijk ook niks gewoon, maar echt mijn benen trillen. Voelt zo goed. Ik heb echt het gevoel of ik ook echt een workout heb gedaan. Dat is echt zot. Dus, maar ja, zoveel te beter natuurlijk, hè. En ja, ik voel me gewoon herboren. Fijn workoutje bij Fitology. En dan nog Hydrafacial bij mijn zoon Charlotte. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar die liggen boven en onder elkaar. Dus mijn Charlotte ligt van boven en Fitology eronder. Dat is trouwens ook broer en zus. Dus dat is wel heel fijn dat die dat zo doen. Want het is ook als je bijvoorbeeld LPG doet of zo bij mijn zo Charlotte of Cryo, is dat ook perfect te combineren met bij Fitology E-Fit te doen. Dat is ook wel echt super goed. En normaal doe je dat actief. Dus dan doe je oefeningen in de ruimte. Workout oefeningen. Terwijl je zo'n pak aan hebt. En dan valt je af of spieropbouw. Dat is wat dat je zelf wilt. Dan stemmen ze echt af op u. En ook die oefeningen. En dan kun je met zo'n soort iPad werken. Of je kunt cardio doen. En Alexander is er ook om je te begeleiden. Als personal coach, personal trainer. Dus dat is wel echt top. Ik kijk er naar uit om meer te gaan. Ik ga proberen 2 keer in de week te gaan. Gezond te eten thuis. En nog misschien eens een wandeling of zo. Maar echt goede motivatie weer. En ik voel het echt. Dat is echt gewoon gestoord. No joke. Ik word hier ook niet voor betaald of zo. Hè. Dus ook voor mijn zoon Charlotte. Want die vraag krijg ik wel soms van. Ja, je gaat daar alleen omdat je daarvoor betaald wordt. Ik word er niet voor betaald. Ik deel het omdat ik gewoon dat graag met jullie wil delen, mijn leven wil delen. Als ik eens iets interessants doe, dan deel ik dat. Als ik ervoor betaald word, dan zullen jullie dat ook wel weten en merken. Oké, ik weet niet wat ik nog ga doen. Ik was net nog in het boekje aan het lezen. Het is wel zat, echt hoor. Het is 18 maal meer resultaat op 20 minuten. Hè? En ik las ook net dat er iets van een 4800 impulsen heeft. Oh, zelfs meer, sorry. 48.000 spiercontracties en 10 verschillende spiergroepen tegelijkertijd. Dat is wel echt zot. Dat is wel echt top. Ik vond het echt, echt leuk om te doen. Ga ik sowieso meer doen. Ook een snellere stofwisseling. Oké. Okay. Dus ja. Oké, ik ga even tv zien of zo. Ik weet het niet. Niels is aan het douchen. Maar ik zie jullie straks of morgen. Oké, ondertussen is Miss Céline Schrapen hier aan het werken. Samen met mij. Omdat er verbouwingen zijn bij uit een huis, een Nice Family. En alle ramen stonden daar open. Dus ijskoud. Dus ik zeg, kom maar naar hier. Dan hebben we hier samen gewerkt en gemonteerd. En ik heb voor jullie een chicale haul. Dus ik ga jullie alles laten zien wat dat ik daar heb gekocht. Oké, als eerste heb ik deze losse oversized trui. Er staat op Colorado. Of Colorado, hoe zeg je dat? En dan een tijger. En die is zo een beetje off-white met bordeaux. Super zacht ook binnenin. En ik draag daar een small in. En dezelfde trui heb ik ook in het grijs. Maar dan staat er San Francisco
op en een American Eagle. Ook weer zo lekker oversized. En deze draai ik ook in een small. De stof is echt, qua dat jullie het konden voelen, echt zo'n vlies stofje van binnen. Dat is wel heel aangenaam. En dan heb ik van diezelfde trui nog een t-shirt gekozen. Ook weer San Francisco, maar dit is dan wit met zo'n navy blauw. Ook dit is een small. Het is een groot t-shirt, het is echt wel oversized. Maar dit is ook wel echt zeker leuk in de zomer op een leuke jeansshirt of zo. Dat vind ik ook wel mooi, maar ja, hou dat gewoon aan je gedachten dat die echt wel oversized zijn. En als je ze los doet, is het wel echt groot. Je kunt het misschien zelfs als kleedje dragen, als je kleiner bent, toch? En als laatste heb ik dit witte blouseje met lange mouwen. Het heeft zo wat een recht vierkantig uitgesneden hals, maar wel heel mooi. En dan het mooiste daaraan is de rug. Van boven zo'n opening en dan een sluiting met mooie parelmoer knoopjes van achter. Dit is trouwens one size en past wel goed. Er zit ook wel best veel rek op, dus ik denk wel dat dat echt voor elke maat kan. Ik heb ook een kortingscode voor jullie, die is Thalissa20 en die is geldig op alles behalve sales, beauty en een influencer collectie. Dus op al de rest kun je de code gebruiken. Ik zal het ook nog eens onder in de beschrijving zetten met de directe link naar alle items. Ik ga hier ook deze video afsluiten, hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Vergeet zeker ook niet om te abonneren, dat is mijn klein werkje en dat helpt me echt wel vooruit met mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag!